Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Kabeljauw is een van de meest bekende vissoorten in België bij ons. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Ik ga vandaag op bezoek bij Cornelis, een van de grootste viskenners van ons land. En hij gaat mij ongetwijfeld kunnen helpen. Daar is hem, de grote chef. Ça va? Hallo, ik. Zijn uw wanden vuil? Ah, best je. Zeg, kabeljauw. Ja. En jij er een beetje? Ik heb een liggen voor u. Prachtig beestje. Hij is niet zo groot, maar het zal genoeg zijn voor wat je gaat maken. Ja. Prachtig, jongens. Precies een jaguar uit de zee. Wel, in principe, een kenner zou aan de tekening kunnen herkennen van waar hem komt. IJsland, Noorwegen of Denemarken. Het is nu waar. Jawel. En van waar komt een deze? Deze is een Deense. En dat zie je eigenlijk aan die mooie groene kleur. Okay. En de Noren die hebben eigenlijk wat zwarte tekeningen van bovenop hun rug. Hoe komt dat zo'n populaire vis is, kabeljauw? Enerzijds omdat hem ongelooflijk makkelijk bereidt. Hij laat zich ook heel makkelijk vangen. En vooral, je zult zien, als ik hem voor u uitfileer, dat hem nagenoeg graadloos is. Ja. En je hebt heel veel vast wit visvlees. Ja, het rendement van de kabeljauw is eigenlijk een van de grootste van alle Noordzeevissen. Kijk hoe, ik ga een brandade maken. Dan weet ik wat ik moet doen. Laten we niet misleiden, dat ziet er makkelijk uit, maar niet gemakkelijk. We hebben hem nu alleen uiteen gehaald, maar nu zijn we er nog niet. Hè. Deze is de graad. Die ga ik aan mijn collega geven, want die maakt daar hele lekkere soep mee. Dus dat wordt niet weggesmeten? Dat wordt niet weggesmeten. En hier heb je zo een koterfilet. Dat wordt ook buiken genoemd. De buik, of wammen, ja. En we gaan hier die graadjes uitsnijden. Voilà. Dat is één deel en dat kan zo de winkel in. En dat is wat de mensen het meeste kopen? Dat is echt... Dat is het meest verkochte stuk. De brandade, wat stel jij voor dat het beste is om te gebruiken? Wel, misschien is het een beetje zonde om de mooie haasjes in een brandade te verwerken. En is dat mooier in bijvoorbeeld een ovenschotel of zo gebakken. Ja. En deze stukjes... Ja, die zien er zo wat grillig uit en zo. Ja, die worden vaak vergeten bij de kabeljauw. Maar we kunnen die allemaal gebruiken en eigenlijk zijn die voor uw brandade ideaal. Ah wel, top. En dat is ook goedkoper dan filet. Dus iedereen content. Iedereen gelukkig.